Hoi Leo, welkom bij jouw kaartlegging voor september 2022. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop ook dat de maand september je hele mooie dingen gaat bieden. En daar gaan we nu kijken. Neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten. En ik begin met een kaart van het Elemental Oracle van Stacy DeMarco. En dit is hem. Expansion. North. Expansie. Uiteenzetting. Misschien een verbreding van je horizon. Misschien wel een uitbreiding van iets van je talenten, van je kennis, van dingen waar je mee bezig bent. Een nieuw project misschien. En het is kaart nummer 1. En de 1 is altijd een nieuw begin. Dus misschien begin je wel met iets nieuws en dat je je wereld verbreedt door aan iets nieuws te beginnen. Dus wie weet. Maar dat is het eerste uitgangspunt wat ik voor je krijg. En dan ga ik kijken naar het volgende. En deze reading gaat over een situatie. Het kan een nieuwe situatie zijn, een oude situatie. Maar ik hoop je hier wat meer inzicht in te kunnen geven. En de eerste kaart die je hebt. Hoe doet de situatie zich voor? 9 van bekers. 9 van bekers is een kaart van I got it. Ik heb het voor elkaar. Emotionele onafhankelijkheid. Weten waar je aan toe bent. Afgaan op je eigen gevoel. Vertrouwen op je intuïtie. Weten dat het goed is. Voor anderen kan dit soms wel eens overkomen als, oh, die heeft toch niemand nodig. Weet je wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Als er bepaalde mensen in je leven zijn die jou nodig hebben of dingen van je willen, maar jij zegt nee, ik doe mijn eigen ding, dan kan het voor hun overkomen als, oh, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Want ik heb die persoon nodig en ik wil daar iets van. Kan ook. Maar jij hebt je eigen zaken voor elkaar. Dus, zo ziet het eruit. Hoe zit het echt? 4 of materials. 4 van pentagrammen trouwens, sorry hoor. Weten wat je los moet laten. Weten wat je vast moet houden. Heb ik genoeg? Heb ik ergens meer van nodig? Wil ik meer uit het leven halen? Of wil ik misschien dingen loslaten? Oké. Waarom zit er een verschil tussen het een en het ander? En daar hebben we de justice card, gerechtigheid. Dit is een beslissing. Het is ook de balans tussen het een en het ander. En het kan best zijn dat je misschien het ene voelt en dat het andere terugkomt. Maar dat het wel in balans is. Dus wie weet. Oké. Dan gaan we kijken naar het volgende. Welke nieuwe inzichten kan het je geven? En dit is de 7 van pentagrammen. Dit is groei. Dit is groei, ja. Expansie. Dit is een verbreding van, een vergroting van. Dit is het uiteenzetten van, wat ik al zei, kennis, ervaring, het is groei. Het is, misschien zie je in op welke manier je aan het groeien bent. Als je die beslissing neemt, ik noem maar even iets. Van die justice. En dan als laatste, wat kun je bereiken? En dat is de Ace of Materials. Ik denk dat je nu op dit moment heel erg in het aardse leven zit. Het noorden is de kant van het element aarde. Het is de kant van de pentagrammen. Je hebt pentagrammen, pentagrammen, pentagrammen. Je zit op dit moment. Ik denk dat je heel erg gegrond en geaard bent. Het kan ook zijn dat dingen heel erg langzaam voor je voelen. Of dingen heel langzaam voor je gaan. Want aarde is gewoon een langzaam element. En je bent van het element vuur. Je hebt vuur nodig, je hebt beweging nodig. Maar soms heb je ook beweging in stilstand. Waar gaat het element aarde over? Het kan gaan over geld, over financiën, over carrière, over werk.
Het kan ook gaan over thuis en het kan gaan over bijvoorbeeld je gezondheid. Met name fysieke gezondheid. Dus we gaan kijken waar het over gaat en ik ga verduidelijken. Alright. 9 van bekers. Hoe ziet de situatie eruit voor je? Hoe voelt die aan voor jou? 8 van bekers, de hoogpriesteres, de geliefde. Wat ik hieruit haal is dat je inderdaad bereid bent om dingen achter je te laten. Dat je vertrouwt op je intuïtie. En dat je afgaat op hetgene wat voor jou gebalanceerd en harmonisch en geaard en fijn voelt. Ik denk dat je op zoek bent naar jouw eigen balans. En dat deze situatie eruit ziet als in dat je je zaken voor elkaar hebt. Want je hebt de 8 van bekers en de 9 van bekers. Dit is een opeenvolging van iets goeds naar iets beters. En ook al is het onbekend, misschien, je vertrouwt op je intuïtie. De hoogpriesteres is een vrouw van intuïtie. Ze heeft zwart, ze heeft witte. Zwarte pilaar, witte pilaar. Achter haar of boven haar schijnt het licht. Zij weet dingen. Ook al staan ze niet zwart op wit. Ook al zijn ze niet feitelijk bewezen. Zij weet dingen die niet uit een laboratorium komen. Zij weet dingen die niet uit een boek komen. Zij weet het omdat het in haar intuïtie is. En haar intuïtie heeft het nooit verkeerd. Ja, de geliefde is gewoon balans. Het is harmonie, het is balans. Het kan ook een soulmate zijn. Dus voor degene die iemand ontmoet heeft of die iemand in zijn leven heeft. Misschien kan diegene jou daarbij helpen of kun jij diegene daarbij helpen. Maar het voornaamste hier is 2 wat samen 1 wordt. En ik denk dat je daarna op zoek gaat, want dit ventje kijkt nog wel achterom. Ventje. Sorry. Deze knaap, man, die, hij kijkt nog wel achterom, maar hij gaat deze kant op. Hij gaat hun kant op. De kant van intuïtie en balans. En dit is een kaart waarin je intuïtie en balans volledig samenkomen. Dus de situatie voelt goed voor je. Hij ziet er goed uit voor je. Ik denk dat je deze situatie gaat ervaren als iets waarbij je op het onbekende afgaat. Maar je bent wel bereid het te doen. 4 van pentagrammen. Hoe zit het echt? Komt weer die balans terug. Weer. En nieuwe kennis. Een nieuwe leerweg. Dit is de page van... Ik heb de page van zwaarden, de 5 van bekers en de gematigdheid. Voor je. Wat ik al zei, je weet wat je moet houden, je weet wat je los moet laten. En je doet het op een heel geaarde manier. Aan de andere kant ben je bereid nieuwe dingen te leren. Een nieuwe weg in te slaan. Nieuwe ervaring op te doen, nieuwe kennis op te doen. De page van zwaarden is de stagiaire die het liefst leert. Maar het is ook de stagiaire die heel goed zelf weet wat hij wil. En die niemand iets wijs maakt. Hij beslist zelf. En dan heb je de 5 van bekers. Dit is de kaart als in, ik heb geen zin om nog langer terug te kijken op het verleden. Het verleden heeft me kansen gekost. Het verleden heeft me narigheid bezorgd af en toe. Er zijn dingen die ik geprobeerd heb, dingen die mislukt zijn. Oké, daar kan ik allemaal over na blijven denken, maar daar heb ik geen zin in. Want je ziet hier een omgevallen beker en hier, maar hier zie je 2 gloednieuwe bekers staan achter haar in die boom. Ze hoeft alleen maar om te kijken en dan ziet ze het. En dan zie je ook meteen hier die klok. Time is on my side. En dan heb je gematigdheid. En waarom zeg ik time is on my side? Omdat de gematigdheid ook gaat over tijd. De situatie waar je nu in zit,
Die gaat nog een tijdje blijven. Ik zie heel veel pentagrammen en ik zie gematigdheid. En hier die klok valt me op. Je gaat dit rustig doen. Je gaat het heel rustig doen. Op je eigen tempo. Je laat je niks wijsmaken. Je blijft in je negen bekers zitten. En je doet dat op je eigen tempo. Het is namelijk jouw leerweg. Niet van iemand anders. Het is jouw leerweg. Maar de gematigdheid zorgt ook voor balans. En als je weet wat je los moet laten met die vijf van bekers en die vier van pentagrammen. Als je weet wat je los moet laten en je weet wat je mee moet nemen, dan heb jij balans. En het gaat niet 1, 2, 3. Daar heb je tijd voor nodig. Maar die tijd pak je ook. Gerechtigheid. Wat valt er uit? 7 van pentagrammen. Het universum meent wat het zegt. Groei. Dus daar zit ook al die groei. Maar we gaan naar de gerechtigheid kijken. Waarom zit er een verschil tussen het een en het ander? Wat valt er uit? 8 van zwaarden. Jezelf bevrijden van het verleden. De beslissing nemen om je eigen keus te maken. Gerechtigheid. Ik wil gerechtigheid weten voor Leeuw. Dat was hem niet. Hij voelde niet goed. Ja. Gerechtigheid voor Leeuw. We hebben de koning van staven. Jouw koning. We hebben 8 van pentagrammen. En we hebben weer de 4 van pentagrammen. Jij weet vanuit je eigen ik. Want dit is jouw koning. Dit ben jij. Jij weet vanuit je eigen ik wat je wil. Wat belangrijk voor je is. Je hebt alle kennis en ervaring. En als je die niet hebt, ben je bereid om het te leren. En om er het werk in te steken. En je weet dat het nu tijd is. Helemaal vanuit jezelf. Om de sloten van de deuren te halen en naar buiten te lopen. Het is fijn dat je hier veilig binnen zit. En dat niemand zomaar binnen kan komen en dingen meeneemt of dingen stuk maakt of wat dan ook. Het is fijn dat je zelf beslist wie er binnen mag komen. Samenspelen, samen delen. Kom binnen, joh, kom zitten aan tafel. Ik heb eten genoeg, ik noem maar even iets. Maar het is tijd om de sloten van de deuren te halen en naar buiten te gaan. Om je leefwereld uit te breiden. Weer die expansie. Wat ik al zeg... Je weet het, je kunt het. En als je het nog niet weet of nog niet kunt, dan ben je bereid om te leren. En je doet het allemaal vanuit jouw koning. Super vet. Dit wordt een super vette uitbreiding voor je. Heel mooi, echt waar. Het komt vanuit je intuïtie, het komt vanuit je koning. Het zit in je, er borrelt iets in je. En het gaat echt niet 1, 2, 3, want je hebt weer pentagrammen. 2 keer, je hebt 8 van pentagrammen en de 4. Je hebt weer pentagrammen. Het gaat niet 1, 2, 3 gebeuren. Het is niet ik zwaai met het toverstafje, poef, huppakee. Het heeft zijn tijd nodig. En pak die tijd. Ik weet dat je een leeuw bent. Mijn moeder is ook een leeuw. En die wil alles het liefst meteen. Ik bedoel, als die op vakantie wil. Dan zit ze gewoon echt 2 weken lang Mr. Google uit te hangen. Dr. Google, sorry. Zo gaat dat gewoon met leeuwen. Zo zijn ze. Als de tuin gedaan moet worden ook. Dan komt ze op een gegeven moment aan. Zegt ze, Sophie, ik heb hier de bezem al gevat. En ik heb dit al gevat. Ja, goed. Kom met Brabant. Excuus. Ik heb hier de bezem al gepakt en de schub en ik heb dit en ik heb dat. Hier hadden de kliko. Wilde jij dat gauw even doen? En dan... dat moet meteen... Zo zijn leeuwen. Aanpakken. Huppakee. Richting. Dit. Dat. Dat zijn leeuwen. Maar dit proces kost tijd. Dus neem die tijd. We gaan kijken die groei. Wat zijn jouw nieuwe inzichten? Groei, die was er snel.
We hebben de 5 van staven, de 7 van zwaarden en de aas van zwaarden. En ik ben blij dat de aas na de 7 komt. Maar, we hebben een paar dingen. Het eerste is, dit is voorbereiding. Er zijn heel veel tarotlezers die zeggen, ja, dit gaat over een strijd en dit en dat. Het kan over een strijd gaan, maar dit is de voorbereiding op de strijd. Zij zijn met elkaar aan het oefenen voor wanneer puntje bij paaltje komt. Wanneer de echte vijand op de stoep staat. Of ja, nou ja, ik zie hier geen stoep, maar in ieder geval achter de berg vandaan komt. Dit is een voorbereiding. Dit is hard werken, dit is voorbereiding, dit is klappen opvangen voor wanneer de echte klappen komen. Dat. Dus je bent aan het voorbereiden. Of je bent voorbereid. Je nieuwe inzichten. Dan hebben we de 7 van zwaarden. De 7 van zwaarden kan 2 dingen betekenen. Of, ik sneak er tussenuit, ik heb hier geen zin in, los je shit zelf maar op en ik de mijne. Of het gaat erover dat je weet waar jij controle over hebt en waarover niet. Of dat je daarachter komt. Je kunt nooit overal controle over hebben. Stel, dit ben jij. Zit er nou stof op? Nee, gaatjes. Nou, oké. Okay. Zal wel zo horen. In ieder geval, sorry hoor voor de afleiding. Dit ben jij, ja? Dit is hetgene waar jij controle over hebt. Je hebt geen controle over het feit of toevallig deze bol van tafel rolt. Want wat hij doet, moet hij zelf weten. Je hebt alleen controle over jou. Als deze kaars, als die aangestoken wordt, want het is tenslotte jouw element. Dan ben jij degene die er controle over heeft hoe hard deze kaars brandt. Welke kant dat die uiteindelijk op gaat vallen. Want die kaars die gaat smelten en die gaat op een gegeven moment gaat die een kant op. Jij bent degene die controle heeft over wat deze kaars doet, hoe hard die brandt, hoeveel licht die geeft, alles. Je hebt geen controle over dat uiltje. Of over deze agaat, of over die drie die daar staan, die roze kwarts, amethyst en hoe heet zo'n ding? Geen idee. Doet er ook niet toe. Daar heb je geen controle over. Je hebt alleen controle over jezelf. En dat is hetgene wat je gaat inzien. Je hebt controle over jezelf, niet over de rest van de wereld. Wat zij doen, moeten ze zelf weten. Wat jij doet, moet jij zelf weten. Dat is jouw keuze. Toch een stofje. Ik haat stofjes. Oké. Okay. Nou, genoeg over de stofjes. Oké. Okay. Maar dan heb je de aas van zwaarden. Dit is helderheid. Het is een nieuw begin. Het is helderheid. Het is doorpakken. Het is, hel jij, hier ga ik voor. Want nu heb ik helderheid. Nu weet ik wat ik wil. Het is ook nieuwe kennis en ervaring. Je gaat van de pagina van de zwaarden naar de aas van zwaarden. Dit is de bereidheid om te leren. Dit is het moment van, oh ja. Dit is het aha moment. Dit is het van dat. Gewoon. Dus je hebt de bereidheid en dan komt het. Nieuwe kennis. Helderheid. Dingen weten. Duidelijkheid. Allemaal met als basiskaart groei. Groei, ontwikkeling, expansie, alles. De hele shebang. Aas van pentagrammen. Wat kun jij bereiken met een nieuwe situatie? 2 van staven, 9 van bekers, 2 van zwaarden. Je hebt weer die 9 bekers. Weer. Je had hem hier, hoe het voelt. Je hebt hem hier in wat je kunt bereiken. Dus jouw gevoel is op dit moment ontzettend sterk. Want je voelt het en het is hetgene wat je kunt bereiken. Het zit volledig op één lijn. Je gevoel is nu zo sterk. Je bent in zo'n ontzettende eenheid met jezelf. En je doet het voornamelijk vanuit het praktische, vanuit de pentagrammen, maar je doet het. En soms kun je best wel eens uit je element stappen.
Ik bedoel, ik ben van het element aarde, maar ik ben dit YouTube-kanaal begonnen vanuit het element vuur, vanuit jouw element. Als ik puur moet kijken naar de praktische kant, dan denk ik, ja, maar ik heb helemaal geen tijd en ik moet werken en ik moet dit en dat en alles. Maar dat was mijn vuur. Soms doe je iets vanuit een ander element en jij doet dit vanuit een ander element, maar het werkt. Je doet het vanuit de praktische kant van het leven. Leeuwen zijn even goed praktisch als aardetekens. Even goed. Alleen doen ze het vaak vlugger omdat ze van het element vuur zijn. Vuur komt wel, want je hebt hier de twee van staven. Je bent de mogelijkheden aan het bekijken. Je bent je horizon aan het verbreden. Je bent aan het kijken welke schepen zie ik nou precies. En wat hebben ze me te bieden en op welk schip zal ik dadelijk stappen. 9 van bekers. Emotionele onafhankelijkheid. Je doet het vanuit jouw gevoel. Omdat je gevoel goed zit. Je zit op één lijn. Wat ik net al zei. En dan heb je de 2 van zwaarden. Zij zit hier, maar ze blijft hier niet voor eeuwig zitten. Zij zit hier geblinddoekt en wel. Omdat ze een keuze moet maken. Omdat ze een keuze wil maken. Omdat ze weet dat de keuze er is. En de keuze is van haar. De keuze is van haar. Zij maakt die keuze. Je werkt vanuit een ander element, maar goh, wat doe je het goed. Echt waar. Je bent bereid, je hebt de kennis, je hebt de ervaring, je neemt er de tijd voor en je doet het. Cool. Als ik een pet op had, zou ik hem voor je afnemen. Ik heb er geen op hoor, eerlijk niet. sorry. Oké. Ik ga naar je advies. Wat is het advies voor Leeuw voor de maand september? Wat is je advies? We hebben awakening, dit is het oordeel. Dit is een ontwaking. Dit is een wedergeboorte. Dan hebben we de Muse of Voices, dit is de koning van zwaarden. Dit is de koning voor wie alles helder is. Dit is de koning die alles doet vanuit ratio, vanuit richting. Dit is wat ik wil, dit is wat ik ga doen. Dit is de logische kant van het leven en ik pak het met beide handen aan en ik ga er gewoon voor. Want zo wil ik het en zo doe ik het. Maar we hebben ook de 3 van bekers. Dit is een eenheid, dit is een reunie of een tot eenkoming van verschillende elementen in je leven op basis van je gevoel. En wat ik al zei, je gevoel is ontzettend sterk. Je hebt de hoogpriesteres, die is er niet voor niks. Dit is ook een kaart van afgaan op je gevoel. Dit is je ontwaking, je wedergeboorte, dit is je tweede kans, ja, tweede kans, derde kans. Maakt niet uit welke kans dit is. Maar je pakt hem. Pak die kans. Vertrouw op je eigen kennis, op je eigen ervaring. En vertrouw op je gevoel. Kikken. Vertrouw op je gevoel, Leeuw. Doe het gewoon. Gevoel is het element water, maar je hebt het even goed. Je krijgt er niet altijd de credit voor, maar je doet het. Je pakt de pentagrammen erbij, de wereld van de pentagrammen, maar je doet het. Je pakt de zwaarden erbij, maar je doet het. Ik zie een klein beetje vuur, maar jij maakt gebruik van alle elementen samen. Vuur heb je toch wel, maar je pakt alle elementen samen en van daaruit bouw je. Ik ga een laatste kaart trekken van de Astral Realms Crystal Oracle. En het is deze. Momentum. Ja. Momentum. Dit is het moment. Je hebt Pyriet. Hoort bij de planeet Mars. Mars is de planeet van vuur. Momentum.
en momentum wil zeggen. Blijf niet wachten tot die trein voorbij komt. Spring erin als je hem al aan ziet komen. Want als je wacht tot hij voorbij is, dan ben je te laat. Als je hem aan ziet komen, begin je al te lopen. Een beetje als in, hoe heet die film ook alweer? Waar ze allemaal op die trein springen met Dauntless. Met, van Veronica Roth. Divergent. Divergent. Ze zien die trein aankomen, ze beginnen al te rennen omdat ze op die trein moeten springen. Dat is hetgene wat je nu aan het doen bent. Je bent nu al aan het voorbereiden om op die trein te springen. Je bent je momentum aan het pakken. Je luistert naar je intuïtie, je bent in balans, je doet alles, je pakt alles samen. Alle elementen samen en je bent klaar voor die trein. Je momentum. De uitbreiding van je wereld. In dit moment, nu op dit moment, je pakt het. Met alle elementen samen. Fuck wel goed. Oké. Okay. Oh, sorry dat ik fuck heb. excuses, maar echt. Dit is zo vet. Oké. Okay. Leo. Go for it. Pak die maand september. Ik bedoel, jouw maand is net voorbij. Want je bent van de maand augustus voornamelijk. Maar dat doet er niet toe. Het moment is daar wanneer jij het pakt. Dan is het moment er. Dus doe het gewoon. Go for it. Je hebt niks te verliezen. Echt helemaal niks. Je hebt alles te winnen. En als je alles te winnen hebt. Doe het gewoon, joh. Alright. Ik sluit hem hiermee af. Niet vergeten. Je hebt alles te winnen. Niks te verliezen. Dit is je moment. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je een hele fijne maand september. En ik hoop tot volgende keer. Doei!